Het is natuurlijk geen praxispakketje wat de lucht in ging. Dus het was wel mega mooi om te zien dat het fout is gelopen. Ja. Vuurwerk kan hard klinken, maar dit dat was enorm. Ja, toen leek het echt oorlogsgebied. Hè. Dat was heel heftig. In principe waren de ruiten in mijn hal waren geklapt en een scheur in de keuken en de kozijnen waren allemaal ontzet. Als je baby boven ligt te slapen en de ruiten die gaan eruit, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is wel bijzonder, ja. Ja, dat is wel een heel apart, tenminste bijzondere uitspraak, laat ik het zo zeggen inderdaad. Ja, sta ik van te kijken. Nou zijn er nog geen ernstige gewonden allemaal. Ik bedoel, dat is nog veel belangrijker, maar ja, 40 uur is wel heel erg minimaal natuurlijk. Met wat voor gevoel kijkt u uit naar de komende jaarwisseling? Het is niet dat ik een schrik door heb gekregen of zo, nee, helemaal niet. Maar goed, wat verwacht u dat ze aan de overkant gaan doen? Afgelopen jaar waren ze niet thuis. Maar nee, ja, ik denk niet meer dat hij zo dom zou zijn om zoiets te gaan doen, nee.